still gonna bring the heat. Bring the heat. The heat. Ik ben Wilco, ik ben independent barista. Ik maak al 5 jaar fulltime koffie op events. Ik sta nu weer voor het koffiehuis hier op Lowlands, waar ik al 4 jaar met veel plezier werk als teamcaptain. Voor mij is dit een van de hoogtepunten van mijn werk. Hier is het ook ongeveer begonnen. Dus even kijken. 10 jaar geleden was dit ongeveer de plek ook wel waar ik koffie aan het maken was. Toen stonden we met 1 karretje met ongeveer 6 baristi's, shift van 12 uur. 2 karretjes en dit is een van de 3 koffiehuizen nu. Ik had net mijn opleiding afgerond als barista, maar ik had eigenlijk nog nooit fulltime in een espresso bar gestaan. Ik werkte in een restaurant. En nu moest ik in 1 keer 12 uur lang een rij wegwerken, waar geen einde aan kwam. En je moest, je kon niet weg. Het was wel uiteindelijk voor de helft een nachtmerrie en voor de andere helft de beste leerschool ooit. Toen ik begon, 10 jaar geleden, toen moest ik iedereen uitleggen waarom ik in godsnaam professioneel aan de slag ging met koffie. 5 jaar later was het zo, barista, dan schenk je van die figuurtjes in je cappuccino en wat leuk, dat heb ik wel eens op tv gezien. En nu is het zo dat mensen zeggen, barista, mag ik bij je werken? Dat was nou een espresso of een cappuccino, een lungo, hè, een gewone koffie gezet met een espresso machine. Dat was toch echt het summum van goede koffie in Nederland. Wat je nu merkt is dat mensen juist hun koffie echt willen customizen en veel meer naar pure smaak gaan. Filterkoffie is, dit jaar hebben we dat ook geïntroduceerd op die events. En je merkt dat mensen nu gewoon ook snappen dat de beste manier is om een gewone koffie te zetten, omdat dan de smaken tot hun recht komen. Nou, 5 jaar geleden moest je daar echt niet mee aankomen. Toen was Nederland nog aan het wennen aan het feit dat een cappuccino zonder cacao werd geserveerd. Dan moet je ze niet over bonen uit de hooglanden van Peru gaan aanspreken. Dat heeft tijd nodig. We hebben 1 koffiehuis waar echt alleen maar professionele getrainde barista's aan het werk zijn. Om het volume te bedienen van zoveel gasten. Er zijn genoeg getrainde mensen, maar die zijn ook heel kostbaar. Als je zo'n productie wil neerzetten, dan moet je daar ook gaan kijken naar snel serveren. En daarom hebben we ook 2 koffiehuizen staan waar met hoogwaardige volautomaten hoogkwaliteit koffie neer wordt gezet. Die ook van vers gemalen bonen komt. Maar waar iets minder nadruk wordt gelegd op de beleving rond de koffie heen. Het hele jaar door ben je aan het produceren. We beginnen in januari met de eerste productiemeeting. Dan worden de grote lijnen uitgezet, de visies ontwikkeld, de veranderingen al vastgelegd. Dan begint ook al het voorraadbeheer, de personeelsleden worden uitgevraagd. 2 maanden voor de productie, dan worden de vaste aantallen eigenlijk vastgelegd, definitief gemaakt. En dan worden de puntjes op de i gezet en uiteindelijk gebeurt nog heel veel tijdens het festival zelf of op de dag van tevoren. Er zijn altijd omstandigheden, het weer bijvoorbeeld, dat altijd zijn rol heeft, ook op het assortiment of wat mensen gaan consumeren. Dat maakt het natuurlijk ook een fantastisch afwisselend beroep. Als ik kijk naar de toekomst van koffie op grote events, dan denk ik dat de nadruk veel meer komt te liggen op specialisatie, het echt vers bereiden van de hele keten, live roasting, maar ook het stuk gastvrijheid. Je ziet over de hele linie eigenlijk op festivals, verdieping in hospitality. Veel meer op beleving gericht en kwaliteit en veel minder op volume en één keuzegerechten. Ik denk dat er nog heel veel gaat gebeuren op dat gebied. Ik ben er graag bij. Ik vind het een fantastisch beroep. Mensen die mij inspireren en ik hoop hen ook te inspireren. I know I can't get you home.